Drachtdiagnose bij de hond kan op verschillende manieren vastgesteld worden. Eerst kort eens een aantal fysische en gedragsveranderingen bespreken die kunnen optreden bij een drachtige teef. Bij een vrij groot aandeel van de drachtige teven zie je na ongeveer 1 maand een mucoïde afscheiding van de vulva. Rond dag 35 treedt er een toename op van het lichaamsgewicht en beginnen de melkklieren ook te gaan zwellen. Rond dag 40 kan een toegenomen buikomvang waargenomen worden. En melksecretie, colostrum, treedt op ongeveer 1 week voor de partus. Veel van die gedragsveranderingen zijn te wijten onder andere aan gestegen prolactineconcentraties. Nochtans zijn al deze fysische en gedragsveranderingen niet echt zeer typisch voor een dracht. Dus met andere woorden, als deze optreden, kan je niet 100% zeker zijn dat de teef drachtig is, aangezien bijna al deze gedragsveranderingen en fysische veranderingen ook kunnen optreden bij schijnzwangerschap bij de hond. Dat is een soort afwijking die vooral de tweede helft van de meteustrus optreedt en die dus al deze symptomen ook kan veroorzaken zonder dat de teef dus drachtig is. Dus een schijnzwangere teef is dus helemaal niet drachtig. Die kan ook een toegenomen lichaamsgewicht hebben, gezwollen melklieren, colostrum en melksecretie. Een tweede mogelijkheid om dracht te gaan diagnosticeren is abdominale palpatie. Het ideale moment daarvoor bij de hond is rond dag 28, omdat dan de kleine knikkervormige verwijdingen, zoals je hier ziet, weergegeven op deze figuur rechts, kleine knikkervormige verwijdingen kunnen gepalpeerd worden. Bij een kleine hond, zoals linksbovenaan weergegeven, wordt palpatie gedaan met 1 hand, met een teef dat op tafel staat. Bij een grotere hond gebeurt het best met 2 handen, met een teef die op de grond staat. Het is een vrij makkelijke manier, uiteraard zeer goedkoop, een zeer goedkope methode voor tracht te gaan diagnosticeren. Het enige nadeel daarvan is dat je er toch wel wat ervaring moet mee hebben, zeker als de teef drachtig is van 1 of 2 pups. Hormonale drachtdiagnose, nog eens vermeld.